allemaal. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie en ik ga jullie kleding laten zien die ik mocht bestellen op een hele leuke webshop, namelijk straatstijl.nl. En ook een aantal dingetjes die ik van One Piece heb kunnen bestellen. En daarnaast ook beautyproducten die ik zelf heb besteld online of die ik in de winkel heb gekocht. En dat zijn ook wel wat nieuwere producten die eigenlijk pas net weer zijn. Dus het leek me wel leuk om die ook met jullie te delen. En nou ja, laten we maar snel beginnen. Ik zal jullie als eerste de items van straatstijl.nl laten zien. Daar heb ik een hele leuke cropped turtleneck top besteld. Maar wel met lange mouwen. Hij ziet er zo uit. Een soort van zwart gemêleerd stofje. En zoals ik al zei, met lange mouwen. Maar hij is dus wel cropped. Dat leek me wel echt super tof op een high-waisted jeans. Ik moet wel zeggen, hij is wel een stukje korter dan ik eigenlijk had verwacht. Ik had hem ietsje langer verwacht. Maar op zich is het wel te doen als je echt een hoge broek hebt. En hij is wel heel erg leuk. En ik zal trouwens alle linkjes naar de producten even hieronder zetten. Dus dan kun je daar ook gelijk de prijs zien en zo. Alles was heel goed betaalbaar, weet ik wel. Dan een trui waar ik echt helemaal gek op ben. Zoals jullie misschien weten heb ik een soort kaki groene trui met zo'n patroontje zoals dit. Dus zo'n soort slangenprintachtig iets. Wauw, goede zin Sarah. Maar goed, jullie weten misschien wel welke ik bedoel. En nu heb ik dus in het grijs eigenlijk net zoiets van straatstijl.nl. Alleen heeft hij dan zwarte boorden hier bovenaan en ook onder en bij de mouwen. Echt een super leuk ding. En ik moet zeggen, de kwaliteit voelt ook heel erg goed aan en hij ziet er echt heel goed uit. Dan heb ik nog een hele basic grijze trui. Hij sluit wat hoger aan dan de meeste sweaters. Maar dat is ook wel leuk. Het is een beetje omtrent op dit moment, heb ik het idee. En dan is hij vrij lang en heel basic eigenlijk. Alleen heeft hij onder ritsjes, dat is wel heel leuk. En die kunnen open, waardoor je een soort splitje hebt aan twee kanten. Ook heb ik daar de top besteld die ik nu aan heb. En daar ben ik echt helemaal gek op. Het is een heel groot, oversized, ja, dun truitje of shirt. Ik ben er niet helemaal uit, iets ertussenin. En deze is echt heel erg leuk gemêleerd. Lekker lang en vormloos, maar toch weer tof als je er dan een leren jasje of zo overheen doet. En zoiets zocht ik al een hele tijd, maar het is best wel lastig om eentje te vinden die er toch nog wel een beetje flatterend uitziet. En dat vond ik bij deze op zich wel het geval. Dus daar ben ik blij mee. En als laatste item van straatstijl heb ik eindelijk een beetje kleur. Dat mocht ook wel, dacht ik zo. En heb ik dit leuke bordeauxrode diphem shirtje. Betekent eigenlijk gewoon dat de achterkant langer is. En aan de zijkant heeft hij ook een splitje. En het is gewoon een heel leuk kersenrood bordeauxachtig kleurtje. Sorry trouwens als ik af en toe heel overbelicht ben, maar omdat de zon heel fel schijnt, elke keer als ik dan een kledingstuk omhoog hou, dan word ik echt een lijk. Dus af en toe dan verplaats ik het kledingstuk een beetje van de ene naar de andere kant, anders kan ik het echt niet goed laten zien. Oké, dat was alles van straatstijl. Ik ben echt onder de indruk van de kwaliteit. Ik wist niet echt wat ik ervan kon verwachten, maar alles ziet er heel erg goed uit in het echt en voelt goed aan. En ja, heel erg leuk. Het past ook allemaal mooi, dus dat is fijn. Nou, dan heb ik nog een paar dingen van One Piece besteld. En ik ben sinds een tijdje weer aan het dansen. Ik doe hiphop. Heel erg leuk, maar ik had niet echt geschikte broeken daarvoor of zo. Dus ik dacht, dat komt goed uit. Dan bestel ik wat broeken. Ik heb deze hele leuke, een licht grijs gemêleerd stofje. En boven is hij een beetje wijd. En dan onder loopt hij wat ja, spitser toe eigenlijk. Dus het is echt een beetje zo'n baggy joggingbroek. En deze was geloof ik eigenlijk 60 euro. Maar je kon bij One Piece met je social media betalen. En dan kreeg je per 500 volgers zoveel korting. En ik mocht ook nog iets uitzoeken. Daar had ik een mail van. Dus alles wat ik nu laat zien kostte me geloof ik 9 euro. Echt super chill. En dit is de andere broek die ik heb besteld. Die is meer donkergrijs en eigenlijk heel erg basic. Ietsje dikker dan die andere, maar niet te warm. Deze heeft ook echt een heerlijk stofje. Dus helemaal blij hiermee. En dan heb ik ook nog een leuk oversized shirt gekocht. Of eigenlijk besteld. Deze, dit is een unisex shirt. En die is wat langer dan normaal. En aan de onderkant heeft hij een heel erg leuk printje zoals je kunt zien. Ook heb ik nieuwe schoenen. En hier ben ik zo blij mee. Want deze stonden al zo lang op mijn verlanglijstje. En toen was er 20% korting. En toen heb ik ze echt gekocht. Clarks. Ik twijfelde heel erg over de kleur. Ik vond de taupe heel mooi. En de helemaal zwarte. Ik ben toch voor helemaal zwart gegaan. Vooral ook met het oog op het seizoen wat er nu aankomt. Vond ik die toch wel ja, het mooiste. En het zijn echt prachtige dingen. Ze ruiken zo heerlijk. Ze zien er zo mooi uit. Ik moet ze nog wel helemaal gaan inlopen. Maar ik wil ze eerst even heel goed gaan insprayen voordat ik ze echt ga dragen. Maar ja, het zijn gewoon echt pareltjes. En
op een bedrag van 130 euro scheelt 20% echt wel veel. Ze waren echt nu nog ongeveer 100 euro eigenlijk, dus dat was wel te doen. Dan heb ik een aantal make-up producten gekocht bij de Make-up Spot. Dat is echt een van mijn favo online webshops. Zij verkopen ook veel producten die je gewoon niet kan verkrijgen in de winkels in Nederland. En al heel lang stond op mijn wishlist de Mary Luminizer van de Balm. De Balm heeft altijd hele leuke verpakkingen, zo ook deze is hartstikke leuk. En dit is gewoon echt een prachtige highlighter die echt zo'n mooie glans afgeeft. Wauw. Ik zal hem even swatchen. Kijk, je ziet het al op mijn vinger denk ik nu. En het is gewoon echt, damn, zo mooi. En hij is niet te goud of zo, dus het gaat ook heel mooi met mijn lichte huidskleur. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Die was geloof ik wel zo'n 20 euro, maar ik vind het hem wel waard. Ook een blush die al heel lang op mijn verlanglijstje stond, heb ik besteld. Lotte had er een review over geschreven, Lotte Loves Beauty. En toen wist ik zeker dat ik hem wilde hebben. Het is de Milani Luminoso blush. Ik zie die zo vaak voorbij komen op YouTube en zo. En dit is gewoon een hele mooie, zachte koraalkleur. Ik was bang dat hij te oranje of te warm was voor me. Maar het valt wel heel erg mee eigenlijk. Hij is super mooi, echt een beetje persikachtig. Ik hoop dat je dat kan zien. En deze was geloof ik ongeveer 10 euro of iets duurder. En tot slot heb ik ook nog 4 pigmentglossjes meegenomen van LA Girl. Dit zijn matte glossjes in hele toffe kleuren. Er zijn heel veel verschillende. Ik had al wat reviews gelezen en deze kleuren spraken mij gewoon heel erg aan. Als eerste, dit is de kleur Dreamy. En dit is echt een prachtige nude tint. Ook echt een felle paarse kleur. Daar ben ik best wel benieuwd naar. Stunner. Echt wow, die is gewoon echt straight paars. Dus best wel uniek. Ik ben benieuwd hoe het staat ook vooral. Dan nog een hele mooie rode. Het is best wel een klassieke rood. Hij sprak me heel erg aan omdat hij wat koeler is qua kleur. En dit is Frisky. En tot slot nog Timeless. En dit is een heel mooi, ja hoe zeg je dit, paarse roze kleurtje. Iets ertussenin. Nou, dan ging ik ook nog naar de Hema. En de Hema heeft weer wat nieuwe make-up producten erbij voor dit najaar. En ze verrassen me steeds best wel, moet ik zeggen. Dus het leek me leuk om de dingetjes die ik mee heb genomen even te delen. Ik zag namelijk dat ze nu paletjes hadden. En ook nog eens hele leuke. Een stuk of 5 waarvan ik er 2 meenam. Ik heb de No Gold, No Glory. Het zit dus in een heel leuk doosje ook nog eens. En achterop zie je de kleurtjes die erin zitten. Maar er lagen ook testers bij. Dus echt top eigenlijk. En de Rock and Roll is here. En dit is een soort smoky palette met wat, ja, zwarte en grijsachtige kleuren. Dus deze is eigenlijk heel cool en deze heel warm. En ik vond het wel leuk om van allebei eentje mee te nemen. En deze paletjes waren 7,50 per stuk. En misschien kan ik hier wel een look of zo mee maken binnenkort. Laat even weten als je daar benieuwd naar bent. En ik ben al helemaal fan van de Soft Matte Lip Balms van de Hema. En nu hadden ze er ook weer 2 nieuwe kleurtjes bij. En dit zijn echt typische herfstkleuren. Dit is nummer 11. En dit vind ik echt een beetje zo'n Marsala-achtige bruinrode kleur. En ook nummer 10 ziet er heel erg mooi uit. Die is iets meer berry-achtig. Ik vind ze beide heel erg leuk. Ze doen me echt gewoon aan herfstbladeren denken. Echt super leuk. Dus ja, ik vind dit sowieso hele fijne producten. En deze waren geloof ik 3,50 per stuk. Nou, Catrice heeft een nieuwe limited collection. En ik heb er een heleboel van meegenomen. Want deze keer sprak die me echt weer heel erg aan. Ik heb ook wel eens dat ik die collecties niet zo boeiend vind. Maar ja, dit was echt een hele leuke, vond ik. De Philosophy, zo heet die. Als eerste nam ik deze prachtige blush mee. En dit is een hele coole donkerroze tint. Die mij wel echt heel mooi lijkt voor de herfst en winter. Ook de 3 lipsticks uit deze collectie spraken mij echt heel erg aan. Omdat het hele mooie herfstige kleurtjes zijn, zoals je wel kan zien. En de verpakking is ook heel mooi, heel chic. Een soort magnetische sluiting. Voelt stevig aan en ook wel luxe. Maar ze zijn nu inmiddels ook 4,60 deze lipsticks. Maar nu was er een actie 2 voor 6 euro. Dus dat is mooi, dus ik had wat korting. Ik ben wel heel benieuwd naar het pigment. Want ze zien er heel gepigmenteerd uit, maar het heet Soft Lip Color. Dus ik denk dat ze een soort semi-transparante dekking hebben. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd om ze te gaan testen. Dan waren er ook 3 kleuren matte oogschaduws. Ik nam er 2 mee. Een mooie taupe kleur en een mooie, ja, lichtpaarse kleur. Dit zijn echt van die kleurtjes die het altijd heel erg goed doen in de crease. En die een hele neutrale look, ja, helemaal afmaken eigenlijk. En het patroontje is ook heel leuk. Want je ziet een soort bladerenpatroontje erin gedrukt staan. En dan nam ik ook nog de 2 nagellakkleurtjes mee die mij het meeste aanspraken. En dat zijn deze mooie mauve kleur
Deze heet, even kijken, Moving Leaves. En deze mooie paarse kleur. Die heet Fabulous Foxia. Dus dezelfde naam geloof ik als die lipstick die ik net liet zien. Super pretty. En ja, dit was eigenlijk alles wat ik aan jullie wilde laten zien in deze shoplog. Doe vooral een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En als je een deel 2 wil zien, want ik heb van een andere webshop ook wat toffe dingen binnengekregen. En ik heb zelf wat leuke dingen bij Boohoo besteld. Dus dan kan ik dat weer in een aparte video opnemen. En dan komt die snel op mijn kanaal. En super bedankt voor het kijken. Dan zie ik jullie volgende keer graag weer. Doeg!